In deze vierdelige serie volgen we Jezus van Nazareth op de voet in het Heilige Land. Daar heeft hij geleefd en gesproken. Daar is hij gestorven en opgestaan uit de dood. We treffen hem waar hij is rondgetrokken en vinden hem in Bethlehem, Nazareth, Kafarnaüm, Kana, aan het meer van Galilea in Jeruzalem. De psalmist schrijft: de stilte is de lofprijzing voor God. Als je wil herbeleven hoe het destijds is geweest, ook hier in Galilea, dan zoek je de natuur op en niet zozeer de bouwwerken die daarna zijn opgericht. Jezus heeft de menigte toegesproken en hij en zijn leerlingen stappen in de boot om over te steken. Maar dan steekt er een grote storm op, zodanig dat de boot vol met water loopt en dreigt te zinken. Ik volg het verslag van Marcus, die vermeldt dat Jezus onderwijl op de achtersteven aan het slapen is. Nu maken de leerlingen Jezus wakker en zeggen: Heer, doet het u niets, dat wij vergaan. Jezus staat op en richt zich tot de wind en het water en zegt: zwijg stil. De wind ging liggen en het werd volmaakt stil. En tot de leerlingen zei hij: waarom zijt gij zo bang? Waarom is uw geloof nog zo klein? Wanneer de Heer bij je is, hoef je toch niet bang te zijn? Wonderen die Jezus doet, ook het loop over het water, wijzen op zijn goddelijkheid. Hij is niet van de menselijke natuur alleen, maar ook van de goddelijke natuur. Dat betekent dat hij in dat opzicht boven ons staat en Heer en Meester is over de natuurelementen. En ik denk dat niet iemand onmiddellijk niet meer echt goed christen is wanneer die nou zegt: ja, goed, het loopt over het meer, daar heb ik moeite mee. Daar zou ik liever ook geen oordeel over hebben. Maar ik geloof het wel. De berg der zaligsprekingen. Het meer is hetzelfde gebleven. En deze vlakte is ook hetzelfde gebleven. Lucas verhaalt dat ook. Jezus komt van boven en begeeft zich naar deze vlakte waar de mensen zich neerzetten. De zaligsprekingen beduiden natuurlijk een ideaal. En we kunnen heel gemakkelijk de zaligsprekingen misverstaan. Denk maar aan het gegeven: zalig de vredestichters. Maar vredestichten betekent niet dat je je mond houdt wanneer je je mond eigenlijk moet open doen. Zalig de zachtmoedigen. Maar zachtmoedigheid betekent niet half zacht zijn. Jezus zelf is radicaal, hard dus en zacht. Christen zijn beduidt niet uitverkoren zijn, tenzij je uitverkorenheid opvat om als christen Christus uit te dragen. En over andere mensen heb je geen oordeel uit te spreken. Persoonlijk ben ik van overtuigd dat elk mens kind van God is. Op deze plaats in Nazareth, waar nu een kerk staat, stond in de tijd van Jezus de synagoge. En nadat hij 40 dagen had gevast en door de duivel was beproefd, keerde hij terug naar Galilea en deed ook de stad aan waar hij was opgegroeid, Nazareth. Wat wij wel eens vergeten is dat Jezus' grote gebeurtenissen allemaal aansluiten bij Joodse feesten. Dat Jezus een Jood is, dat zijn moeder een Jodin is, dat zijn hele omgeving Joods is. Met andere woorden, het christendom dankt veel aan het Jodendom. Het heil komt uit de Joden, schrijft Johannes. Dat betekent dat wij bescheiden mogen zijn als christenen. En wij zijn geënt op de stam van de Joden. Maar het is goed te realiseren dat het Jodendom zonder het christendom kan. Maar het christendom kan nooit zonder het Jodendom. Want wij hebben namelijk de Joodse Bijbel hebben wij voortgezet en bekroond, vinden wij zelf, met het Nieuwe Testament. Het Joodse volk is het eerste uitverkoren volk en blijft het eerste uitverkoren volk. Wij zijn erbij gekomen.